Hi, you're listening to the Fuckcast. Oké, ik denk dat we bijna begonnen zijn, jongens. Wacht, wat wil je hier daar leggen? Dus, en nu krijgen we ik nog... Ik wil wel een portie gemengd. Een portie gemengd? Ja, is dat... Dat zag je net ook al te zeuren. Heb je dat besteld? Nee. En hoe denk je dan dat dat hier gaat geraken? Ik weet niet, ik dacht dat jij dat ging bestellen. Als verrassing? Als verrassing? Dus jij, dat is geen daarom is het niet doorgegaan. Omdat jij dat had verwacht als verrassing. Dat is jammer, hè? Heel jammer. Goed. Zullen we beginnen? Het is vandaag... Nee, wacht. Wat voor dag is het vandaag? Zondag. Het is vandaag zondag 18 september. Yes. En we zitten hier live... we zijn in ieder geval aanwezig in de Zeefbrouwerij met wat mensen die juist genoten hebben van een rondleiding van Rick van Geel. Dames en heren, roep even iets. Dat we... Voilà, het is hier juist een voetbalwedstrijd geweest. En ik zit hier tegenover Rick van Geel met het biertje in de hand. En yes. Jade Mintjes zonder biertje in de hand. En ook zonder bitterballetje, wat jammer is. Ja, dan moet er iemand van jullie bitterballen gaan bestellen, ja. Niemand voelt zich geroepen, nee. Jade, want ze vinden dat jij geen bitterballen verdient. Ja, sorry, dat is niet helemaal zo. Goed, we zijn hier, we hadden in een vorige podcast, als ik wat professioneel was geweest, had ik uitgezocht welke. Maar hadden we aan Rick gevraagd, daar heb jij over verteld, met heel veel plezier. En dan, dan hebben mensen gereageerd dat ze wilden komen kijken. Dat hebben we nu daar juist gedaan, omdat jij een maand... Dat is zo lang geduurd omdat jij een maand in Japan hebt gezeten. Ja. Waar misschien later meer over. Zullen eerst even over die hele rondleiding hebben. Ja. En dan was het dus zondag 18 september. Jade moet vanavond optreden in de Joker. Dus die zei, ik ben er dan toch. Kom ik ook bij kijken. En Jade is ook een enorm bierliefhebber, hè Jade? Nee, ik drink geen bier. Maar ik hou van geschiedenis en ik hou van Rick van Geel die vertelt. Oh. Dus dat is wel, hij heeft het heel goed verteld. Absoluut, dus ook voor mensen die dit nu luisteren die geen bierliefhebber zijn, toch de moeite om het af te komen. Ja, ja. Vonden we het interessant? Echt? Nou ja, nu moeten ze natuurlijk allemaal ja zeggen, maar eigenlijk... Nee, maar het was interessant, Rick. En je hebt dat goed gedaan. Je hebt dat goed verteld. Ja, ik doe dat met heel veel plezier. Dat is ook, dat is ook het. Ik heb dit uur al meer gedaan dan mijn 40 minuten comedy materiaal. Ja. Maar ik doe dat met veel plezier. Ik ben fan van wat ik vertel, dus dat is leuk. Ja, was je daar vooral geïnteresseerd in die materie? Niet echt, nee. Want je hebt wel in een café je hebt wel horeca. Ja. Hè, want je bent acteur, dus dan heb je horeca. Ja, ervaring. Ja. Maar ik ben mezelf er een beetje aan het afknippen daar. Maar goed, dus ik moet zo wel... Maar je was die eigenlijk al geïnteresseerd in... Niet keihard, nee. Ik was geïnteresseerd in bier als een soort van... zo gelijk jij, denk ik. Eerder... ik wil niks projecteren of niks blootgeven aan de mensheid. Maar meer als een soort medicijn. Als pijnstiller. Ja, als pijnstiller eerder dan echt dat ik echt een liefhebber was of zo. Het is eigenlijk door hier... Ben ik hier begonnen met comedy shows te organiseren. Ja. Ik heb hier eens opgetreden. Voilà. Daarvoor die vaten. Ja, daarvoor die vaten. Ik heb u toen geboekt, denk ik nog. Tenzij dat nu het afgelopen seizoen was. Maar ik heb dus nu aan iemand anders gevraagd om dat te doen. Omdat ik meer met spelen wil bezig zijn. Ja. Ik ben hier begonnen met comedy shows te boeken. En toen hadden ze nog een gids nodig. Dus dan ben ik daar hier beginnen doen. En dat heeft eigenlijk mijn interesse in bier geprikkeld. En dan ben ik ook zelf... Ja, dus achterstevoren. Je was eerst gids en dan de interesse. Ja. En jij bent een van de hoeveel gidsen? Ondertussen al 6 of 7 of zo. Ah ja. Dat toen, ik ben hier als vierde gids begonnen. Oké. Ja. Want we liepen hier rond en we kregen die rondleiding. En er was nog een andere groep ook tegelijk bezig. Ja. En die man was het ook echt goed aan het vertellen, vond ik hoor. Ja, maar iedereen hier is goed. Beter vond ik. Nee, is niet waar. Hebben die allemaal hun eigen verhaal? Die hebben allemaal hun eigen insteek daarin. Dus mijn insteek is, ik zat op de middelbare school met een baas hier. Ja. Een soort... Johan. Johan van Dijk. Ik volgde die al wel zo van, kijk, wat is die allemaal aan het doen? Ja. Dus ik ben fan. Ik ben ook fan van zijn persoonlijk verhaal.
verhaal. Dat is ook, jij benoemde ook van dat onderweg dat hij precies zo wat de superheld van ja, je hebt hem echt een beetje heroïs, zet je hem in het verhaal. Ja, maar dat is ook omdat ik hem gewoon... Dat ik dat ook een heel hij is gebeten door een radioactieve vat. Ik verwacht, ook, ik verwacht stiekem dat hij hier rondloopt in zo'n spandexpakje. Ook. Maar dat is ook wel een mooie man. Ik weet het, ik ken hem niet. Ja. Veel wel. Maar hij had nog een extra microfoon, maar hij kon niet vandaag. Nee, ja, dus, het is gewoon die werken heel hard en ja, het is gewoon zondag. Ja, maar dat heb je ook verteld in je verhaal. Die man, die Johan, die had een heel goede betaalde marketingjob. En die heeft eigenlijk alles, en die heeft heel zijn ziel en leven in die Safe Brouwerij, in die Antwerpen Brouwer Company gestoken. Ja, voilà. Ja. Is hij rijk nu? Is het een goede partij? Dit is eigenlijk wat, als de wereld een klein beetje rechtvaardig is of zo wel, ja. Maar ik weet het niet, ja, ik hoop het, ik gun het, ik zou het hem gunnen. Allee, dan wensen we het hem allemaal toe. Ja. Voilà. ja, dat kost hier allemaal ook keiveel geld, dus pas uitgebreid en noem maar op. Dus ja, bij zo'n ondernemen is dat moeilijk te zeggen, maar meestal, dan is een andere kant, kom, laten we elkaar ook niet in het oogje nemen. Meestal... zijn zo'n gasten dan op den duur er ook wel niet arm van geworden, toch? Nee, ja, hopelijk. Anders, voilà. Waarom zou het is natuurlijk een passie. Ja. Ja, er zijn maar een paar echt debielen die 15 jaar iets doen en nog altijd geen geld mee verdienen. Namelijk Café de Joker. Maar voor de rest... Ja, en Rick van Geel. En Rick van Geel. Ja, in acteren bijvoorbeeld. Oh, ja. En nu hebben we ook nog wat biertjes gekregen. Dit is, wat is deze? Deze is de Super Cadix. Dat is de pils van hier. Dat is het lichtste bier dat hier ook gemaakt wordt. Tenminste in alcohol. Krijgen ze in volgorde van... Ja, ze gaan opbouwen. Ja, okay. Dat is meestal, dan proeft je, dat is meestal hoe dat bierproeverijen gaan. Van licht naar zwaar. Ja, weet ik veel. Weet ik niet. Is het de eerste keer dat ik zoiets doe? Voilà. We gaan er nog straks nog drie. Dus we hebben al eentje gekregen tijdens de rondleiding. Ja, we hebben safe bier, dat safe zelf. Altijd. Ja. Ja. Maar nu dus, Johan had zoiets van, oh, super cool dat jullie komen, weet je wat, hier. Voilà, dus iedereen krijgt zo een proef. Proefplankje heet dat zo gezegd, maar nu krijgen we ze in. Die andere mensen hadden wel een plankje, maar wij zijn met te veel. Voilà, ja. Zijn er trouwens mensen die vanavond komen kijken naar ons? Oh! Alright, alright. Waarom? Wat voor werk doe je? Elektricien. Ik wou juist zeggen, wat moet jij dan snacks? Man, ja, juist. Yes. En wat vinden we hiervan? Vind je het lekker? Ah, is het beter of minder dan die safe? Ja, goed. Doen. Niet? Safe is beter. Ja. Vind je het wel goed, deze? Dit beter? Ah ja. Maar ja, dat is wel zo. Iedereen heeft zo'n smaak. Ik ben niet zo'n bierkenner. Ben jij een bierkenner? Ik ben nog altijd niet echt een bierkenner, maar ik heb er nu wel al veel meer een beeld van dan toen dat ik begon. Ja. Dus dat ben ik wel beginnen doen. En is er iets... Toen dat ik hier ben begonnen, ben ik direct zo alles beginnen, gewoon in de supermarkt ook, van oh ja, ik weet niet wat dit is, ik kan er gewoon iets kopen, dat ik tenminste weet dat er van iemand zegt. Ja. Ja, van verschillende stijlen ja, en dingen. Voilà, ja, en dat ik blijf dat doen. Ik ben nu in Japan heb ik denk 60 verschillende, niet dat ik er nog meer dan twee van kan herinneren, maar ik heb er wel 60 verschillende of zo geproefd om te weten wat bestaat er allemaal, wat is dat, wat vind ik lekker, wat vind ik niet lekker. En hoe is dat bier in Japan? Is dat heel anders? Nee, dat is helemaal niet anders. Dat is subtiel anders, hè. Dat heeft allemaal wel zo als een eigen insteek, maar grotendeels is dat ook gewoon, maar in heel de wereld eigenlijk nu, ook door zo de trend, wat eigenlijk later een trend is dan dat deze brouwerij, hè. Deze is 10 jaar oud, ja. Maar dus... Tijdens die 10 jaar, nadat dat hier begonnen is, is er een hele nieuwe trend van die microbreweries en mensen die zelf bier, of zo wat vrienden, een scoutsgroep die naar een brouwerij gaan en zeggen, oh, kunnen niet voor ons dat. Ja. Dus er bestaan nu ineens exponentieel meer soorten bier. Nou ja, alhoewel, die mannen van Hooguit, hè, die van Your Highness, die hebben ook hun eigen ding gecreëerd. Hè? Voilà, ja. Dat is ook super, super lekker naar het schijnt. Ja, en heel straf. Dat is wel heel straf. Ja, goed, die muziek is ook straf. Voilà. Dus daar hoort er wel bij of zo. Ja. Ja. De Efteling heeft ook zijn eigen bier. Heerlijk. Efteling bier. Heb je al geproefd? Nee, allee, drink maar wel bier. Al gekocht. Gekocht? Oh. En nu staat het in de kast. En staat er een Efteling balletje op? Nee, ja, gewoon eigenlijk het logo. Efteling. Efteling Hotel bier eigenlijk. Ah, oké. Heb je al geweest in het Efteling Hotel? Ja, al 2 keer. Dat en hoe ze te veel toch weer het onderwerp kan naar de Efteling dat is brengen. Altijd bij jou. Dat is zo.
Zeg, die Rusland, Oekraïne, hoe zit het daar? Ja, in de Efteling hebben ze ook iemand met een lange nek. Waar gaan we nu ineens naartoe? Nee, sorry. Doe voor nee. Maar ja. Ik ben nog nooit in de Efteling geweest. Wat? Volgende projectje dient zich aan, dames en heren. Weet gaan ik zal eens een rondleiding geven in de Efteling. Geef jij een rondleiding in de Efteling? Ah, super. Ja, leuk. Ja. Dat zou leuk zijn. Keigoed, ja. Aflevering, maar dan moet je ook wel echt achtergrondinformatie hebben. Hè? Ik heb... Nee. Die, ik was hier als kind ook een keer. Ik wil echt weten waar de attracties vandaan komen, hoe het gebouwd is. Ik weet wel, in het huisje van mevrouw Holle, dat daar in de Tweede Wereldoorlog... Als je nu je weetje al weggeeft... Nee, maar ik had het dan andere weetjes hebben. In de Tweede Wereldoorlog, dat er daar Joden in dat huisje hebben gewoond. Ja. Ah, hier zijn mevrouw weet het ook. Was daar één van? Nee, is die waar. Amai, jij bent schoon oud geworden dan. Ah ja, maar dus nog nooit een Efteling geweest? Nee, nog nooit van mijn hele leven. Nee, voilà. Nou, ik dat heb, is ja. waanzin. Allee man. Ik als kind ook niet? Snap het. Jo, waarschijnlijk, als heel klein, maar ik weet daar niks van. Nee. Vage herinnering van die met zijn lange nek en van een... Misschien van ook op foto. Een roepende vuilbak. dat zijn mijn... dat hebben we ja, dat zijn mijn twee... dat hebben we mijn twee Efteling herinneringen, maar dan moet ik... Ja, dat moet meer dan 40 jaar geleden. Oké, ja, voilà, het staat jongens. We gaan. We gingen sowieso, we gingen eigenlijk van de zomer. Sue en Soekie gingen ook mee eigenlijk. Ja, ja, dat is ook een grote een hele grote ja. Efteling. En ik ook wel, ik moet ook wel... Maar hoe kwamen we daar mee op? Nou, in ieder geval, ik heb ook... Dan moet dat ik het ook weer heeft, weten. Dat is mijn, heeft dat gedaan. Ja, waarschijnlijk. De ja. Efteling. Ik, dan moet ik het ook weer weten. Dus ik heb een boek gekocht en ik heb een boek van Anton Pieck gekocht. En dan moet ik het allemaal weer weten. Hè. Oh, ja. Anton Pieck? Ja, natuurlijk. Zeg, voor wie hou je me? Nou, voor iemand die niet precies weet wie Anton Pieck is. Jawel. Namelijk? De bezieler van en de tekenaar van de meeste... Ja. Sprookjes in het Sprookjesbos. Ja, dat is waar. Oké, goed. Ze is niet door de band gevallen. Nee. Wat is je favoriete Efteling liedje? Heb je een Efteling cd? Ja. Alright, wel dan. En wat is je favoriete Efteling liedje? Ik denk ofwel van de Villa Volta, of ja, de Indische Waterlelies. De Indische Waterlelies. Maar de Villa Volta vind ik ook wel goed. Daar is dat... een Suske en Wiske van. Ik wist niet dat Villa Volta, wat dat een comedycafé in Gent was. Ja, maar dat comedycafé is veel minder leuk dan de attractie. Dat is voor rekening van Jade Mintjes. Oh, je recht wil geen bruggen verbranden, hoor. Nee, ik wil graag nog eens in Gent spelen. Maar als er mensen zijn die luisteren, die dat kunnen... Zeker. Je weet wie ik bedoel, je weet wie je bent. Nee, maar ik wist niet dat dat... Dingen, ABN, bedoel je ABN, Quinten? Nee, de ABN, dat is toch ABN? Ja, maar ik bedoel de kelder daar. Dat is een Roes, kom ik niet. Roes, ja. Ah ja, dat wil ik ook nog eens spelen. Ja. Domien. Wij willen allebei een Roes. Ja, en ik wil wel eens een keer langskomen, ik ben er nooit geweest. Met drie willen we gaan. Ja. Naar de Roes Comedy Club. We gaan druk, man. We gaan naar de Efteling, we moeten naar die fucking kutclub daar. Dat is een coole plek. Dat is een hele leuke plek daar schijnt. Nee, we horen echt goede dingen over, van niemand. Ik heb daar ooit met Xander de Rijke gestaan. Ja. En dan mochten wij daarvoor zo gaan eten in zo'n Chinees daar. En er was niemand anders, alleen ik en Xander en zo'n raar fonteintje dat naast ons stond. En dat was super ongemakkelijk, was de hele tijd zo heel stil zo. Er stond daar geen muziek op? Nee. Niet zo van die chingle changle Chinese... Nee, maar wel Chinese... heel lekker. Wij snapten niet waarom er niemand was. Was dat een... Misschien was gesloten. Ja. Nee, het was niet een Thai, het was een Chinees, want een Thai was gesloten. Ah, daarom. Ja. Oké. Goed. Bier. Bier. Ja, voilà. Wat was de vraag? Ah, nee. Dat was geen vraag. Nee, Efteling. Bier. Ik moest wel heel erg... Ik moest wel heel erg lachen. Ik ben zojuist naar het toilet geweest en hier op de deur hangt er zo dat je de glazen zeker niet mee naar huis mocht nemen. Want dat is diefstal en dat is niet inbegrepen in je consumptie. Maar mijn mama die deed dat vroeger altijd. Glazen ook gewoon. Ja, als we niet zo het suikertje en het koekje van nee, de koffie. Nee, het hele interieur pakte niet mee. Als van we naar de stoelen, bestek, alles pakte niet mee. Als we naar de kinderboerderij in Nieuwpoort gingen, dan... Heel dan, beest mee. Ja, gewoon maar, op. Dan os zo, in de tas. Dan nam hij een extra grote chacos mee. Om zo, dan dronk hij altijd een kasteelbier en dan nam hij dat glas mee naar huis. En dan zei hij... Want ik dacht als kind, mijn grootmoeder steelt. Maar dan zei hij altijd van... Die krijgen die glazen van een brouwer, toch? Ja, weet je waar dat we hier zitten? Bij de brouwer. Met een brouwer, ja. Die krijgen de glazen
van niemand. Daardoor hebben wij nu geld. Heel ja. veel chique glazen nu thuis. Maar ja, dat is wel logisch. Het zijn ook wel, dit zijn ook wel het zijn hele mooie. Het zijn hele leuke glazen die ook niet in de cafés te zijn. Dit zijn unieke glazen. Die alleen hier hebben. Je kunt hier kopen. En hoeveel hebben we er nu? Die gaan er echt geen twee meer. Ik ga er misschien een jaar... En ik ga het op jaren de oma steken. Dus ik ga er wel eentje pikken. Is die dood? Ja. Maar dan krijg je geen haar meer naar. Dan gaan ze het erop pakken. Gebeurt daar veel? De glazen? Er wordt veel glazen gepikt. Ja, ik heb wel glazen. Er staan 2000 was vorig jaar alleen. 2000 glazen? Ja, maar dat kan. Dat kan. Nee, echt waar. Maar ik heb ook café zelf gehad, Barnadar. Ja. 3 jaar lang café gehad. En de tijd dat wij Safebier even hadden, voordat onze brouwer dat de Rutge shot had. Ja, dat was bij ons ook. Ja, voilà. Vooral van een Joker ook. Dat werd die Safebier glazen, dat werd echt gepikt aan de lopende band. Gewoon omdat dat zijn heel mooie glazen. Zijn echt ook heel mooi. Ik ga er kopen straks. Ja, voilà. Ze zijn hier te koop. Ah, want er is heel merchandise. T-shirts en een boek. Is er een boek? Totebags. Nee, er werd hier een boek verkocht, maar dat was niet specifiek. Dat ging Dat gaat niet over. Dat is niet jouw verhaal in het lang. Nee. En zo die plak. Maar het is wel een heel boeiend verhaal, hè? Posters en zo'n ijzeren plaat. Het is een het Safebier verhaal, want daar wist ik allemaal geen hol van. Ja, we wisten dat er een plek... Dus wat jij vertelt, ja, misschien moet je het beter zelf doen, maar dat de plek Safebier, het is anders achterstevoren. Ja. Dus de Safehoek. Hoek is genoemd naar Safebier, omdat dat was een bier hier in Antwerpen. Historisch gewoon, van de late middeleeuwen tot de jaren 30 is dat hier, was dat het streekbier van Antwerpen. En dat is gestopt in rond 1920? Ja, 30, ja. 30? Ja. En dan heeft Johan, de superheld waar we het net over hadden, dat gevonden in de schoenendoos in een kelder van een verlaten kasteel. Ja, zoiets. Kasteel heb ik erbij bedacht, maar het klinkt wel beter. Ja, misschien moet ik geen kasteel van maken. En ook hoofdstuk 1 in 3 minuten samengevat, dames en heren. Dus zo lang hoefde het niet te duren. Nee, dat is ook waar. Je hebt daar goed verteld, maar dat is wel heel boeiend. Dus die heeft echt het recept echt achterhaald. Van wat iets is de kans? Verdwenen was uit 19, bijna 100 jaar verleden verdwenen was. Ja, ja. Dus hij heeft dat teruggevonden. Hij heeft er eerst heel hard nog gezocht. En dan stommelings met die mensen van dat kasteel. is hem daarop... Gaat het kasteel nu mee? Dat gaat mee in het verhaal natuurlijk. Dus er zijn mensen dat... Hij was heel lang aan het zoeken. Mensen hebben dat te weten gekomen. Want er is een gast van alles aan het zoeken over oud bier. Misschien moeten we die schoendoos van de Bompa eens aan die gast geven. Die hebben dat gedaan en daar zat het recept van Safebier. Wat zat er nog in? Ik wil weten wat er nog in zat. Ja, dat weet ik. Maar dat kan echt wel een kasteel zijn, hè, want jij sprak van een kast met een schuif. Maar wie heeft er nu een kast met een schuif in de kelder staan? Alleen rijke mensen. Ja, veel mensen. Nee. Rijke mensen. Dat is een rekje. Hangt er gewoon van je rekje. Een rekje in je kelder. Ah ja, maar misschien heeft hij die kast er ook bij bedacht. Niet zo'n eigen kast met een schuif. Dat is voor rijke volk. Het huis dat ik met mijn lief heb gekocht, stond ook een kast met een schuif in de kelder. Echt? Hoor, dus op die basis daarvan heeft hij dat bedacht eigenlijk. Ik verzin niks. Stond op een zolder achter een stoffige opgezette alligator. Had ook gekund. Oh, wauw. Oh, ja. Was nog beter geweest, hè? Dus, in de mond van een alligator zat een schoendoos. Ja, met een schriftje. Met een schriftje? Met Assyrische tekens. Nee, dat was een leeg schriftje. Maar weet je wat Johan toen gedaan heeft? Dat weet ik niet. Met zijn troeistap erover. Hij heeft dat boven een kaars gehouden. En toen verscheen het recept. Het recept. En ook, oh my goodness. En ook de route waar dat de rechtvaardige rechters van het Lang God zich bevinden. Ja, maar dat deed hem weggesmeten. Want dat was niet interessant. Met bier bezig, ja. Holy shit. Nee, ja, maar het heeft wel een soort mysterieuze, leuke Suske en Wiske verhaal. Ja, inderdaad. Ja. Het zou een Suske en Wiske moeten worden. Ja. Zoals de waterlelies. Een Suske en Wiske. Ja, ken je die Suske en Wiske niet van de attractie van de Efteling? De Efteling is er een Suske en Wiske. Oké, cool. Ja. Maar goed, de glaasjes worden hier opgehaald. De glaasjes worden opgehaald, we krijgen hopelijk... Dat er niemand die glazen telt hier ze, ja, telt ze maar nog ze telt maar goed na, hè, want er zitten een paar dieven tussen, hoor. Waaronder de oma van... krijg dat van de vrouw. En genetisch zit dan wel doorgesluist. Ik heb nog nooit een glas gepikt. Nee? Nee. Als student deed dat wel vroeger, hè? Ja, maar een glas? Wie pikt er nu een glas? Ja, een duvelglas van een café, dat pak je toch mee? Ik niet. Dat mag niet, dat is niet oké. Maar heb jij ooit
Heb je ooit gestudeerd? Nee, nee, ja. Maar ik bedoel, op kot gezeten. Ik heb op kot gezeten, wel. Maar ik had zes glazen van de IKEA en dat was genoeg. Okay, en ook op café. Ook niet, nee, ik dronk alleen cola en cola zero. Dus ja. Je had geen duvelglas nodig. Nee. Nee. Dat is niet lekker. In elk studentenhuis waar ik kwam, als je daar een kast van dingen open doet, daar stonden allemaal van alle verschillende bieren. Ja, stonden. Dat was exact hetzelfde drankenrek als in dat café waar we allemaal naartoe gingen. Ja, voilà. Hetzelfde bier, hetzelfde glazen. Ja, ja. Want zelfs, ook al ben je fucking onder de armoedegrens, het juiste bier moet in het juiste glas. Yes, België. Dingen had daar, weet je nu, die Amerikaanse comedian in Gent woonde, die ik al heel lang niet meer gezien heb. Javeka Steele had daar een heel goede bit over. Over het feit dat iemand ligt te sterven van iets in de keel of weet ik wat. Breng die een glas water, breng die een glas water. Ik vind die in het juiste glas. Dat zou hier aan de hand zijn. Ja. Ik heb alleen duvel en pilsglazen. Maar ik drink thuis niet zoveel bier of zo. Ja, ik heb dus nu wel, dankzij dit hier. Ja. Ja, je ziet het ook wel een beetje hoor. Ja. Ja. Jij ziet ook bruin. Maar kan dat van Japan? Nou, daar wassen ze zich niet. Dus dat is daar... In Japan wassen ze zich niet. Wel. Heel erg ik denk veel. Het wel. Maar ja, een heel cultuur heel ontbaden. Proper en hele proper het was, daar heel, ja. Was het mooi weer daar, ja? Ja, het was godsgruwelijk heet. Ja? Het was 39 graden Celsius. Oh, Jesus Christ. Met luchtvochtigheid 80%. Oh, dus zo Jesus op fuck. Het appje van de gsm voelt als 49. Wat de hel? Maar, dat zo, maar ja, dan moet je eigenlijk dwingen naar buiten gaan. Ja, ja. Ik had dat supergoed geregeld. Ik had er ook wel een centje tegen aangesmeten voor zo'n appartementje. In de toffe buurt, een kwartiertje wandelen van mijn school, waar ik dan nog ja, toe ja, moest. Ja, Chinese les gevolgd. Ja, in Japan. En... ik ben daar misschien twee keer naartoe gewandeld of zo, maar dat ging niet. Je stond gewoon nat van het zweet. Allee. Dus ik ben telkens gewoon naast mijn deur de metro ingedoken en naast mijn school terug boven gekomen. Dus je had eigenlijk net zo goed een half uur... Inderdaad, ja. Ik had net zo goed wat verder kunnen zitten. Maar ja, goed. En de hele tijd of is het op een gegeven moment beter geworden? Op de laatste week was het zo dat het af en toe is... Ook tussen, dat het af en toe is voordat je ging slapen al onder de 30 gedoken was. Jesus Christ. Oh, en lachten de locals u dan uit? Ik moet al zweten als ik een scheet laat. Ik ben daar ook kapot van. Ja, ja. Maar ze zijn daar wel redelijk goed voorzien. Ze hebben wel van alles. Ze hebben zo, dat is hier ook, ik ben fan van de Uniqlo. Ik weet niet of ik daar ook iets van maak. Maar die hebben zo van die Aerism, dat is zo van een onderhoed. Ja, dus die hebben dan een nemmetje aan. Het is 40 graden, maar die hebben een hemd aan en een onderhemd. Dat je denkt, de zot. Maar dat koelt u af, dat isoleert, dat houdt u zelf eigenlijk cool. En doe jij dat nu ook? Dat doe ik nu ook. Ah, ja. Allee, of als het zo heet is. En, maar ze hebben ook van die dingen... Geloof het niet. Van die kleine... Jij gelooft het ook niet, hè? Jawel. Oh, oké. Okay. Ter grootte van... Het is niet omdat hij er juist allerlei waarheden verteld heeft dat het al de hele tijd is, hè? Nee, maar ik heb dat gefilterd en ik geloof dat. Het gefilterd. Ze hebben ook zo van die draagbare ventilatortjes, zo groot als die micro. Dat is wel die dat zo voor je gezicht had. Zo, ja, we hadden dat gekocht voor in Griekenland, maar mijn vriend die wou dat niet gebruiken, omdat hij dat belachelijk vond. Nee, in Japan snapt iedereen dat je gebruikt. Of ze hebben zelfs zo ventilatortjes voor rond uw nek te hangen, die dan zo lucht amai. Zo blazen. What the hell. Ja, ja. Ze dat is wel... van alles. Alleen daarvoor wil je al gaan. Ja, echt, in de nachtwinkel kun je ook zo van die soort ijspakje, allee, zo dingen dat je in je nek kunt leggen om af te koken. Je hebt van alles. Doekjes met zo'n stof waar dat je zo van zo alcohol of zo zit erin dat verdampt, dat u afkoelt. Ik weet niet hoeveel. Er is van alles voorzien om ermee om te gaan met die godsgruwelijke zomerzin. Dat is wel gaaf. Dat is wel cool. Ja, want binnen 10 jaar hebben wij misschien ook zo'n zomerzin. Dat zou goed kunnen, ja. Ik moet altijd zou... denken aan mijn juffrouw Paula dan. Die gaf aan de minder begaafde kinderen gaf die bijles in de lagere school. Dus ik moest altijd bij juffrouw Pola les gaan volgen. Maar jij bent minder begaafd? Allee, ik was niet goed in wiskunde, dus ik moest altijd wiskunde. En ik zat er dan samen met een Daan, omdat hij zo migraine had. Ah, ondertussen het volgende biertje is er. Yes. Omdat hij migraine had, dan zaten we daar met twee. Maar het was altijd heel warm en juffrouw Pola was nogal zwaarlijvig. Dus hij had altijd zo 5 ventilatoren in die klas. 5? En die ramen open en dan zat hij zo nog te zweten en te puffen. En altijd als het warm is buiten, denk ik, oh, garme juffrouw Pola. Juffrouw Pola, hola Pola, denk jij dan. En die leeftijd is natuurlijk nog niet zo oud. Ik weet niet hoe oud dat is.
volgende biertje wordt hier ondertussen geleverd. Welk biertje geleverd. Is dat? Alright, super, dankjewel. Schat, een eilandje. Hebben ze dat verteld wat het Hebben ze gezegd wat het is? Eilandje. Ah, ja. Mag je daar wel eens aan ruiken? Want dat is met mango en zo. En ja, kokosmo. Dat is dat meest fruitige. Een klein smaakje proef, hoor. Het. Cheers. Cheers. Zo, die Friese... Boah. Jawel. Ja, boah, zegt ze. Proef dan. Hier gaat ze, hoor. Eilandje. En? Ja, ik vind dus die bittere smaak niet zo lekker van dat bier, maar die eerste smaken, dat is inderdaad wel tropisch. Kijk, voilà. Ik voilà, proef het wel. En zelfs bierhater, ja, de meentjes vinden. Het minst bittere bier, dat bestaat in de wereld ongeveer, maar ja, toch nog te bitter voor jou. Ja, ik ja, dit is heel fruitig, ja. Maar ik ken er, nogmaals, dat soort terminologie, ik, ben daar totaal, ik weet er echt geen hol van, maar het is... Dat is ook niet erg. Ik heb eigenlijk twee dingen, lekker of, niet lekker. Lekker. Ja. Weet je wat wel te doen is? Een Westmaal dubbel met grenadine. Dat krijg ik binnen. Ah ja, dat is een beetje vloeken in de kerk. Ik bedoel, als je dat in een Joker zegt of zo, is prima. Maar zo in dat beeld, zo met de achtergrond van die ketels ook, hierachter. Geef zo'n fuck. Of zo half en half of zo. Wat? Zo half en half. Half en half. Dus dan doe je een half trippel en een half dubbel. Ah, ja. En dat drinken mensen niet best mal drinken dat. Ja, tuurlijk. Een triptrap? Een triptrap. Alright. Kijk, we leren dingen bij. Yes. Noteer het, want ik kunt dat. Ik wist het al. Ja. Hey, als je van die rondleidingen geeft. Dit was een hele leuke gezelschap. En als die zo is, liegen we gewoon. Dus, dit was een heel leuk gezelschap. Ja. Heb je ook wel eens vervelende mensen? Oh, ja, dat wil ik ook wel weten. Want ja, je moet. Het is eigenlijk om kort even door. We hebben, laten we zeggen, 3 kwartier hebben we de inleiding, hebben we eigenlijk het hele verhaal en de achtergronden. Normaal een half uur, maar ja, ik zei 3 kwartier, maar het was eigenlijk een uur. Maar goed, whatever. Ja. Nee, het was wel heel interessant. Het was heel boeiend en interessant. En dan is het eigenlijk de rondleiding en het maakproces van het bier daarna. En opgeteld is dat dan een dik uur. Normaal gezien is dat een uurtje, ja. Ja, nu was het iets langer. Voilà. Omdat ik er ook een beetje doorheen lullen was, maakt niet uit. Ja, whatever. Maar... ik kan me voorstellen dat er ook af en toe kutpubliek hebt. Dat je van die bedweters zaten er vandaag ook een paar van die bedweters. Dat vind ik niet erg, dat vind ik leuk meestal. Als het een beetje dialoog is, vind ik leuk. Want er is ook een stuk van mijn hoofd dat dit natuurlijk als een soort training voor comedy ook zie. Ja. Ik heb er ook echt heel veel aan gehad van dit te doen, om relaxer op het podium te staan. Ik zeg dat ik doe hier mopjes onderweg. Je hebt dat ook een keer benoemd. Dat is zo'n mopje, dat valt heel dikwijls niet. Bij de groep voor jullie, ik heb om 2 uur had ik ook een groep, die waren wat te laat. Maar was die mop nou ook weer? Wat zei je dan? En nu geef ik rondleidingen, was de punt. Ik vond dat goed, ik heb gelachen. Over dat proper maken van die dingen. Ja. Die valt gewoon soms niet. Omdat mensen hebben het misschien niet verstaan, zijn niet helemaal mee, verwachten geen mop, whatever. En dat is goede training om zo gewoon... en dan gaan we door. Terwijl ik heel... Een aantal jaar in het begin van mijn comedy loopbaan. Ik wou niet carrière zeggen, ik wou niks anders. Van mijn comedy jaren. Dat is beter. Is dat soms geweest dat dat mij volledig elkaar bracht? Uit je lood sloeg. Ja, en dat je zo krijgt. Dat is zo wat bomen is, hè? Ja, zo echt afgaan als comedy mens. Maar in dit geval hebben we natuurlijk ook wel echte biernerds die je dan gaan roosteren of zo, gaan zeggen, ja maar ho, is het niet... Ja, maar er zijn er weinig die dan ook echt de ballen hebben. Er echt heel veel van weten. Oké. En degene die er echt heel veel of die van doen weten... Of die voelen zich er ook te goed om zo'n rondleiding mee te doen. Voilà, of als die dan op zo'n rondleiding belanden, dan zijn die meest... Dat zijn de allercoolste, die zo achteraf... Dat, wat je zegt over die installatie van dat dit en dat, weet hoe dat eigenlijk werkt. En voilà, dan weet je dat voor de volgende tour en dan vertel je dat zo. En zo dus die willen dat niet laten gelden terwijl er andere mensen bij zijn. Omdat het is natuurlijk, het is voor iedereen toegankelijk. Ik ben zelf ook geen brouwer, maar ook mijn collega's die dat veel meer over dat proces weten. Ja, je geeft een soort samengevatte, overzichtelijke versie van wat er eigenlijk allemaal aan de hand is. Dus ja, je moet een beetje kiezen en een beetje een afgeronde versie ervan geven. Dus ja, als je dat dan meer of beter weet als ik vind dat ook niet erg. Dat is ook leuk. Het gaat ook over heel de groep die er zit. En dat is nooit dat er 12 man zit die dat allemaal... Wat natuurlijk nu leuk is, is dat er zijn 15 mensen die elkaar die kennen. Ja. Normaal zijn er natuurlijk groepen die elkaar allemaal kennen. En je kunt inderdaad wel een beetje vervelende groepen hebben. Wat? Zo'n ene flauwe plezante die zich wilt laten gelden. Ik wou er af en toe iets zeggen. Oh, dat was niet op u bedoeld, maar nu dat je het zegt. We hebben het allemaal gevoeld. Maar
wat er gelukkig nu op de website staat, is als je een groep bent die je dat samen een hele dag van alles gaat doen, doe dan die rondleiding als eerste. Ja. Want we, dat stond er vroeger niet bij en dan kreeg je soms wel mensen die om 2 uur zijn gaan lunchen uitgebreid met flesjes wijn, die erna zijn die al zat zijn als ze aankomen. En die zat zijn als ze aankomen, die krijgen dan nog eens bier van ons bij de rondleiding. Ja. En dan moeten zo echt in een voedselverwerkend bedrijf, hè, wat dat hier is, dat moet hier hygiënisch zijn, dan moeten dat zo'n ontzette... Niet kotsen tegen de vaten. Ja. Dat je bijna al dat krijgt. Ja. Nu, als mensen echt super dronken zijn, dan weigerden die. Ja. Maar een dronken publiek, ja, je hebt ook gemerkt, hè, ik heb nu jullie ook. Ik heb heel weinig samengevat voor jullie, omdat ik wou jullie alles geven wat ik in me had. Oh, hij heeft ons alles gegeven, jongens. Maar we hebben het gevoeld ook. We hebben ook heel veel. Yes, we hebben echt veel gekregen. Ja. We hebben heel veel gekregen. Dat zeggen de meisjes. Ja, wel dan, vaker. Ja, precies, ja. Die grap. Maar. in elk geval, wat wou ik nu zeggen? Dat weet ik niet. Ja. Je hebt ons alles gegeven. Je hebt ons alles gegeven. Er zat, als er een zatte is... Ja, maar ja, je moet toch eigen vragen. Ik ga toch jouw verhaal niet vertellen. Het was ook best wel lang nu. Ik heb ook een beetje een lange versie. Dus je voelt ook, het is wel moeilijk om je aandacht op de deur erbij te houden. Hoe hard dat ik ook alles geef en mijn best doe. Hè? Ja. Dus maar als mensen strontzat zijn, die kunnen ook gewoon geen half uur... Focussen. Nee, dat kan gewoon niet. In de comedy setting is dat ook. Voilà. Oh. Dus dat is soms dan wel vervelend. Kun je even zeggen dat die mensen wat stiller zijn? Kunnen jullie wat stiller zijn? Het is een feest. Is het een feest? Allee, die zijn zo... Het is afscheid. Ze zijn afscheid ontnemen. Dus misschien zijn die dat is ontbroten dan. Ja, prima. Maar voilà, soms is dat wel lastiger. Maar ik zeg, ik vind dat heel cool als training. Ook als het lastiger is. Als er mensen een grote bek op zetten. Ook... Om je verhaal vast te houden. Voilà. Of soms zijn mensen juist heel erg gereserveerd en beleefd en, en gedistangeerd. Ja. En dan moet je dat ijs proberen te breken en mensen daar saai zo laten ontspannen. Saai eigenlijk. En geven ze wel of geen applaus aan het einde? Want hij zei van ja, ik wil eigenlijk applaus geven. Ja, je kunt dat soms wat afdwingen of juist vermijden dat de oude getal zelf in dan. Graag applaus, kan toch niet anders dan je graag applaus hebt. Maar ik had al applaus gehad. Jij hebt al een applaus in gang. Nee, dat was hij eigenlijk die zei tegen mij, volgens mij, moeten we dat applaudisseren? Vroeg die aan mij en dan ben ik maar begonnen. En, oké. Ik wou ook nog zeggen, want jij was daarnet een uitleiding aan toen bij een andere groep. En toen kwam ik zeggen, hey Rick, hoe is het? Ja. En ik wil mijn excuus daarvoor aanbieden, want ik dacht eigenlijk dat dat al de groep is waar we nu mee gingen dingen zijn. En dat jij dat gewoon wou aan dat is niet. Dat was heel grappig, want toen kreeg ik applaus, zodat het leek alsof dat Jade... opkwam, aankwam en applaus kreeg. Eindelijk. Nu krijgen we. Nu wordt het leuk. Ja, dat komt. I'm the shine stealer. The shine stealer. Dat is een superheld. The shine stealer. Soms wel. Ik had dat gisteren. Ik heb gisteren met Amelie gespeeld. En er is echt, naar mijn gevoel, ongemakkelijk veel gezegd, nog een applausje voor Rick van Geel. Maar echt. Ik was het voorprogramma. Dames en heren, nog een applausje voor Rick van Geel. Dat gaan we zo meteen nog eens doen, denk ik. Oké. Okay, ja, je krijgt het toch graag? Ga dat straks... Ja, maar op den duur is dat zo... Oké. Ik ga dat in mijn de dames en heren, nog een applaus voor Rick van Geel. Zeg, en nog eens even een applaus voor Rick van Geel. Nog een applaus voor Rick van Geel. Ja, het wordt minder leuk, hoor. Nee, maar wel, Rick van Geel. Ik heb wel ook... ik ben vorige week verjaard. En ik, dat is heel slecht onder de radar. Ik wou daar zomaar onder de radar. Dat is totaal mislukt. Ja, maar als je tegen iedereen zegt dat je 50 jaar wordt... Dat is dan wel lastig. Maar ik heb echt heel veel, ook van mensen uit het publiek, we hebben live podcast gehad, mensen uit het publiek die me cadeaus hebben gegeven. Hier had ook iemand een cadeautje. Hier heb ik praline gekregen. Ik heb en hier is ook cadeautje. Iemand die gisteren op 7 oktober van alles voor u georganiseerd heeft, zei ik ook nog op Instagram. Ja, dus gisteren zijn we naar Mannekeswinkel in Waterloo geweest, waar ik heel veel te veel... Ja, ik kan de gas niet meer betalen. Maar ik heb echt heel veel, echt heel gave cadeaus gekregen. Maar van jullie twee ook toevallig ongelooflijke cadeaus gekregen. Oh, jij ik heb van Rick van Geel uit Japan. Nu, ik had het wel een beetje al aangezet. Ja, ik had misschien gevraagd. Een klein beetje gedwongen. Nee, dat is niet waar. Ik had het gevraagd. Van wat vind jij cool? Van, ja, ik wist al Godzilla, dat wist ik. Ja. Maar ik heb eigenlijk, want er zijn nogal mensen in Tokio geweest die ik ken. En
De gift shop van het Godzilla Hotel bezit ik ongeveer. Dus die shit, dus van tot een onderbroek en een puzzel. Die heb ik trouwens onlangs gemaakt. Ik had een Godzilla puzzel gekregen. Ontbreekt één stukje. Oh. Echt waar? Kijk. Echt waar? En zo een stukje rand. Dus het begin. Ik kon al het begin. Was al, en dan heb ik hem helemaal gemaakt. En ik dacht, ja, kom ik dat stukje misschien nog wel tegen? Nee, één stukje niet. Nou, maakt niet uit. Godzilla had het opgegeten. Ik heb van alles van het Godzilla Hotel. Mm. Maar ik ben een grote gachaman. Battle of the Planets. Strijd ter planeet. Dat is een soort pre-anime. Een soort jaren 70 tekenfilm. Yep. Ben ik een grote fan van. En Rick van Geel heeft het ruimteschip van Gachaman. De Phoenix. Heeft hij gekocht. Een soort bouwpakket. Yep. Waar ik natuurlijk nooit aan ga beginnen. Want ik heb twee linkerhanden. Maar wel echt het heel gaaf cadeau. Maar het is een echt bouwpakket, dus ik wist het al van u, van die bouwpakket, dat je dat niet leuk vindt. Ik vind het wel leuk, maar ik kan het niet. Ja, ik heb u dat ooit in een podcast horen zeggen, van, ja, dat moeten we niet geven, want dat kan ik niet. Ik heb dus ook nog van een of andere Mac, al, ja, ik ben gewoon achterlijk. Dat was een beetje schroom in het hart dat ik dan daarmee ben afgekomen, want dat was eigenlijk, ja, een noodoplossing. Want ik ben echt op zoek, ik weet mannetjes, hè, dat is het ding dat ik weet, dus je moet van die ventje, van die poppetjes, moet je dan... Nu heb ik er, van Gachaman heb ik er wel kopen, best veel, ja. Daar houden volwassen mannen zich ook mee bij. Dus, ik ben op zoek, hè, zo in Tokio heet zo'n een wijk, dat heet Akihabara. Dat is zo de nerdwijk van... Hij kan alles zeggen, hè? Wij geloven het wel. Akihabara. Ja, zoek het op, het is echt. Klinkt als een gerecht. Ja, klinkt als een gerecht. Alsjeblieft. Klinkt als een gerecht. Dus dat is de nerdwijk. Dat is het ene mannetjeswinkel na de andere. Ik wilde naartoe, maar dat is niet zo goed. Dat is ongelooflijk. Dus dat zijn in op zo'n twee straten met ongeveer 6 winkels, met elk 4 verdiepen. Propvol met van die mannetjes. Dat word je gek, daar kan ik niet meer aan. Mannetjes, ik had dat in die winkel in Waterloo al. Wij komen in Waterloo en dat is zo twee verdiepen mannetjes. En dan ben ik zo, ja, dat gaat niet. Moet ik even rustig? En dat is één winkel. Ja. Maar ik heb dat ook gehad niet, maar om heel andere redenen dan jij. Maar hoeveel, want wat is de munteenheid in Japan? De yen, de en Japanse yen. Is de yen, is dat meer of minder waard dan een euro? Veel minder waard dan een euro. 1000 yen is, wacht even, 1000 yen is 7 euro. Ja. Dus die mannetjes kosten ook minder dan... Ja, nu staat hem laag, dus nu, want vroeger was 1000 yen 10 euro. Ah ja, dus okay. Nu staat hem lager, dus het meeste in Japan is wat goedkoper. Ook zo wat, een horloge en zo, een Apple ding is gekocht, omdat dat dan daar... Goedkoper is. Een Apple Watch. Ja. Ah, ja. Dus dan besparen we wel een paar honderd euro. Aan? Ja, ik heb hem aan. Het is een zwarte vierkant. Ik ken dat wel. Maar dus... Dat is een beetje onder de indruk. Okay, goed. Maar dus, ik naar de fucking mannetjeswinkelwijk. De mannetjeswinkelwijk? Ja, natuurlijk moest een manneke vinden voor Fokke van der Meulen. Dus ik heb een klein beetje een erectie. De mannetjeswinkelwijk. Dus ik kan die eerste winkel binnen, ik zie daar overal rond en ik zie heel veel van die tekenfilm shit. Maar niks retro, hè? Ze hebben daar niet veel retro. Ja, soms wel, maar dat heette dan anders. Uruturaman, wat dat Ultraman is. Maar dat is dan van later. Ja. Weet ik veel. Dus ik zoeken, maar ik had dat al gegoogeld, wat dat was, die Gachaman. Dus ik had een beeld van, dat moet ik hebben. Ik zoek al die winkels af, ik vind niks. Maar dan moeten we dus met dat personeel gaan praten. Oh. Maar dat zijn dus niet alleen mensen die dat heel erg houden van mannetjes. Dat zijn mensen die daar hun beroep van gemaakt hebben. Dus die zijn autistisch als de pest. Bovendien, ik spreek wel ondertussen zo wat toeristen Japans. Ja. Maar Japans is een super delicate taal van beleefdheidsvorm. Dit en dat is gewoon, dat is moeilijk. De communicatie aangaan. Snap plus ik. Andersom van een Japanner, een blanke zien, wil zeggen, oh fuck, ik moet Engels spreken. Ja, dus die worden al zenuwachtig. En die weten niet welke beleefdheidsvorm, want die weten niet dat dat niet eens bestaat in het Engels. Dus super stress voor hun ook, stress voor mij. Iedereen stress. Gachaman kende dat en die zei, ja, tuurlijk ken ik dat. Ik zeg, je dat hier... En die zo moeten wij dat hier hebben. Zo, dat is echt... Gachaman is echt het minst populaire ding nu bij anime-fans dat er momenteel dat is echt jammer. Is. Ja, dat is ben ik met schaam en schande achtergekomen. Dus voilà, dat heb ik bij drie winkels gedaan. Dan ben ik echt gewoon... Ik was kapot. Dan ben ik naar huis gegaan. Ben ik zo emotioneel gebroken. En ben ik in mijn appartementje op mijn futon gewoon liggen en zo even naar een plafond gaan staren. En dan ben ik naar Amazon.jp gesurfd. Dat ben je niet.
En dan heb ik dat ding gevonden, heb ik dat gekocht. Je hebt dat gewoon op Amazon gekocht? Hebben ze dat mij geleverd, ja. In Japan dan? In Japan, ja. Je vindt dat hier niet. Op Amazon.com staat Japanse Amazon werd dat verkocht door iemand dat er aanbood. Zo, hé. Hey. Ja, ja, ja. Bij bol.com met ook zo van die aanbieders. Ja, ik heb dat nog nooit ergens anders gezien, hoor. Voilà, ik heb het ook. Ik was wat bang. Ik dacht, fuck, misschien is dat overal. Maar ik ben aan thuis gekomen. Ik heb dat hier ook gezocht. Nee, ik heb dat nooit gezien. Ik heb het hier niet. Inderdaad, want het gave is, ik ben daar inderdaad fan van. En ik heb verschillende mannetjes. Want in 2003 of 2004 of zo zijn die ook. Ah, gelukkig kinderen. Er zijn ook mannetjes toen van Uithoorn. Is er ook niet eens een film van uitgekomen? Nog vrij recent? Ja, veel later dan de jaren 70? 7, 8 geleden of zo. Ja. Is er een hele, hele slechte live-action film van gemaakt. Ah, misschien dat dat daarom zo gehaald geflopt. Ja. En die is ook totaal naast de kwestie. Heeft niet de look en feel van... Iedereen haatte mij toen ik er naar ging vragen naar Gatchaman. Kijk, dat is mijn jeugd. Ik heb daar ooit met Alexander een ding over gedaan. Dat was Strijd ter Planeet. Dat was zo een tekenfilm dat woensdagmiddag op tv kwam. Ja. En dat frat ik op. En ik heb daar ook vinylplaten van. Dat je zo de audio van die afleveringen, dat bezit ik. Zo, en dat is in Japan dan? Nee, Nederlands. Dus ja, die waren dus ja, oké, heel kort. Dat is een Japanse anime die... en maar godverdomme, een uur naar ze gezeuren over fucking bier zitten luisteren. Dan ga je even 3 minuten naar Gatchaman luisteren, ja. Daarna mag je weer over de Efteling vertellen. Ja. En over mijn cadeau dat ik aan u geef. Ja, daar komen we zo nog aan. Dus, Gatchaman, jaren 70, anime-reeks. Dat is aangekocht in Amerika. Want dat was vlak na Star Wars, dus die wouden Star Wars. Want het is eigenlijk Science Ninja Team Gatchaman. Is eigenlijk dat is de Japanse titel ook in het Japans. Ja. Science Ninja Team. Ja. En dat is dan Battle of the Planets. Moet je zeggen in het Japans? Ja, dat wil ik. Ja. En dat is dan Battle of the Planets geworden. Een beetje Strijd ter Planeten, Star Wars. Dat is dan, en dat hebben ze, daar hebben ze dan de grofste stukken en de meest agressieve dingen hebben ze eruit geknipt. Daar hebben ze een heel lullig robotje nog bijgetekend en ingediend. En dat is gewoon minder goed geanimeerd, maar dat zit er dan in. En hoe zeg je dat? Science Ninja Team? Hier komt... Ja, het komt in het Japans zitten. Hè. Alright. Nihongo. Dat betekent Japans in het Japans. Fuck. Kyugaku Ninja Tai Gatchaman. Zeg het nog eens. Ik denk Kyugaku is science. Hè, dat is wetenschap. Ninja, dat betekent... Ninja is hetzelfde. En dan is het Tai en dan Gatchaman is alsof het een leenwoord uit het Engels zou zijn. Ja. Kyuga Ninja Tai Gatchaman. Kyugaku. Kyugaku, oké. Dus en dan hebben die Amerikanen hebben daar een soort iets afgewaterdere versie van gemaakt. En dus er zijn van 100 zoveel episodes naar 86 gegaan en daar zijn er een 20-tal van vertaald in het Nederlands met Nederlandse stemmen. En dat is wat ik als kind zag. En daar had ik ook strips van en ik had daar... En dan heb jij daarna die Engelse allemaal ontdekt met de... Die Engelse heb ik dan heb ik de Battle of the Planets, de Engelse versies, want dat zijn er 85-86. En dan heb ik ook een DVD-box waar alle Gatchaman in met Gatcha. Ja, dus en die zijn dan meer violent? Daar zit iets meer geweld in, ja. Okay. Daar zit iets meer geweld in. En het grappige is, dus het geweld hebben ze eruit geknipt. Maar het vrouwelijke, het is ook een beetje de pre-Power Ranger. Het ziet eruit als een beetje Power Ranger-achtig. En het meisje heeft een kort rokje aan en 9 kans op 10 zie je de onderbroek. 9 kans op 10 zie je de onderbroek. Daar heb ik wel pas nu ontdekt dat ik dat is. Daar was ik toen totaal niet mee bezig. Ja. Maar dat meisje de onderbroek is heel veel in beeld. Daar hebben ze het niet uitgeknipt. Meisje de onderbroek zit er nog altijd in. Ja. En een gast die hebben ze een beetje mentaal gehandicapt gemaakt. Want die was dat eigenlijk helemaal niet in de oorspronkelijke reeks. Hmm. En die zegt de hele tijd prrrrtutut. Okay. In Nederlands hebben ze die een beetje mentaal gehandicapt gemaakt. En die zegt de hele tijd prrrrtutut. Okay. Gewoon een gast. Dat is de broer van die ene. En, van die ene. Van die ene. En de dikke gast is de chauffeur. Die vliegt bij de vliegtuig. Oh. Dat mag, hè? Dat mag. Ja, die zit de hele tijd. Hè, dus, ja, ik heb nog nooit een dikke piloot gezien. Nee? Nee, als je zo op reis gaat. Omdat dat vliegtuig dat te zwaar wordt. Nee, dat is toch altijd gewoon iemand die dat goed is. Makkelijk bij het landen, bij het opstijgen, super lastig. Nee, maar dat is een ruimteschip, hè? En ook de helft van de tijd zitten ze...
die zit, dat speelt gewoon af op aarde. Maar in dat eigenlijk speelt ze gewoon allemaal af op aarde. Hm. Maar omdat het Battle of the Planets heet en strijd der planeten, doen ze alsof het op een andere planeet is. Maar dat is helemaal niet waar. Dus dat, maar goed, dat is, in de vertaling is heel veel misgegaan. Oké. Okay. Allee, maar, en dan zo zullen we dat eens ineenzetten, hè? We kunnen dat toch eens... Ik doe dat heel graag. Wat? Met een ruimteschip. Zo dingen ineenzetten. Ah ja. Ah ja, die... Ah ja. Oh, dan maken we daar ook een namiddag. Dat is de en dan heb drie. Jij een yes. mooi vliegtuig. Afgemaakt yes. toestel en ik heb pret met in elkaar zitten. Kan iemand dat kind even aborteren? Dat zou heel fijn zijn. Zeg, misschien is dat ziek of zo. Wat hè? Misschien is daar iets mee. Ja, dat hoor je toch dat er iets mee is. maar goed, dat was het cadeau van Rick van Geel. Yes. Daar ben ik heel dankbaar voor. Oh, dat is echt een uniek gaaf cadeau. Ik was echt je bang. Zag ook aan mijn kop dat ik heel ik blij zag het, was. Ja, ik zeg het, maar ik was echt bang omdat ik u van die in elkaar zet. Shit, daar moet je niet mee afkomen. Ik heb twee linkerhanden. Ik kan nee, niet, maar als het is zo'n uniek cadeau. Cool man. Dat ja, is echt, ben ik echt heel blij mee. Ik ben echt heel blij was, mee. Leuk. Het andere cadeau dat ik gekregen van Jan Meentjes is iets minder subtiel. En ik heb chocoladetieten gekregen ja. van Jade Beentjes. Maar het ding was eigenlijk, ik moet wel het verhaal erbij vertellen, want anders... Ja, dus alles voor de mensen. Ik was naar Hoogstraat gegaan, want daar hebben ze een heel lekkere chocoladewinkeltje. Het chocoladehuisje heet dat. Kun je dat kent? Je hebt een heel chocolademin, chocolademan knikt. De chocolademan Chocolademan knikt. Weet het. Ja. Is het echt, weet je echt? Ja, hij lijkt een beetje op Jens van de Mechanic Strip. Dat is echt, ja. Hè? Had je ook al gezegd? Ja. Maar dan een aantrekkelijke versie. Hij zo, Jens 2.0. Nee, nee, nee. En je heeft ook, nou, pak je uit. Ja, dus jij kent de winkel, ja? Jawel, zeker, zeker gaan. Zeker, echt goed. We hebben enorm lekkere tieten. Chocoladehuisje, sponsor mij. Maar, dus je hebt heel lekkere wafeltjes. Dus zelfgemaakte wafeltjes met chocola. En ik wou die voor de fokken gaan halen. En dan vragen of ze er dan zo nog mee zo 50 op konden maken. Of zo. Kom ik daar zo aan, vrij laat op de dag. Dus die wafels hadden ze niet meer. En toen zag ik zoiets in de toonbank liggen. Ik denk, dit is het. Dit is het. En ik kocht het en ik had eigenlijk al direct spijt. Want ik dacht, dat is super grensoverschrijdend gedrag. Om dat te geven. En dan zo aan mijn moeder gebeld. Van, zou ik fokken dat leuk? Ja, dat is maar zo werd het ook aangebracht. Dus ja, ik heb dus een cadeau voor je. Maar misschien is, vind je het wel grensoverschrijdend. Ik zeg, wat gaan we nu weer krijgen? Chocoladetieten. Was wel lekker, hè? Super lekker. Oh, amai. Ik heb er één opgegeten. Ik heb de ander. Ja. Alright. Alleen niet helemaal. Nee, maar ik heb wel een hele... Op een gegeven moment, ja, die ene was op een gegeven moment iets groter dan de andere. Want jij hebt maar een stukje en ik had echt de hele tiet weg. Maar dat is meestal. Dat de ene een beetje groter ik is dan de andere. Dat zei zij en ook, dat is ook helemaal oké. Okay. Is ook helemaal oké? Okay? Ja, dat is is dat eigenlijk als mensen borsten laten zetten, dan zijn die waarschijnlijk wel perfect even groot. En daarom ziet dat er dan niet nee, realistisch uit. Ik ken niemand die dat ken je niemand? Van. Is dat zo? Weet iemand dat? Als je een neptitel laat zetten, dat die dan allebei perfect even groot zijn? Ze doet even voor alsof ze ze voelt. Wacht, hoe zat dat nou weer? Wacht, hè. Jouw collega? Die heeft neptieten en die zijn allebei even groot. En daarom ziet er dan misschien minder realistisch uit, omdat die juist even groot zijn. Tegenwoordig ziet dat er realistisch uit. Ja? Tegenwoordig, ik hier weer in een nee schudden. Nee, nee, omdat jij een nee aan het schudden was terwijl dat je zei, dat zei, dat maar vond ik raar. Tegenwoordig, tegenwoordig kun je als niet-kenner volgens mij een valse borst niet meer onderscheiden van een niet van een echte borst. Ik denk dat een idee. Ik denk dat dat ook afhangt. Dat is mannen nog een roadtrip, dames en heren. Ik kan dat wel onderscheiden. Ik kan het niet onderscheiden. We zoeken vrijwilligers, een stuk of 10. Ja, gelijk wel een goede. Ja, we moeten wel een blind test ja, doen. Ja, een blind test doen. Ja, dus we zoeken 5 dames allee, die niet... Die geen borst vergroting of verkleining hebben laten doen. Ja, juist. Nee, we zoeken er 5 die geen die niks hebben laten doen. We zoeken er 5 die een borstverkleining hebben laten doen. En 15 dames zoeken we om een grondig onderzoek te hier kunnen doen. Hier ga ik veel meer voor krijgen, denk ik. Maar het andere beetje, mannen die ook willen helpen testen. Dat hangt er een beetje vanaf, want ik kijk nu op streams naar zo Chasing Beauty. Chasing Beauty? Ja. Dat is zo, mensen die zo heel veel plastische chirurgie laten doen. En die plastische chirurg dat zei over ook... Dat een paard ging gaan. Dat had ook gekund. En die plastische chirurg die zei ook van... je kunt ook kiezen, hè, als je echt wilt dat echt zo'n een volle valse borstgevoel is, kun je dat ook gewoon pakken. Het volle valse borstgevoel? Voilà, ja. Dat mensen zeggen, nee, ik wil echt wel gaan
voor het volle valse borst. Ja, dat is ook. Mensen zijn dat willen, zeggen dat ook volgens mij afhangt van een soort van de ambitie van die vrouw die dat laat doen. Maar je hebt toch niet plastic gevoel. Je hebt ook van die druppelvormen, zoals een natuurlijke borst. En nu heb je dus nog andere dingen. En dan zie je maar zo... kun je dan ook een beetje gek gaan? Beetje, een ster. Ik wil een driehoek. Een peer. Voor mij een peer. Ik wil peer vormen. Overlaatst ging dat er nog eens over. Overlaatst? Nee, over zo Dennis Blackmagic heeft blijkbaar ooit een burger uitgevonden in de vorm van een ster. De pornstar burger. Ah, een hamburger. Een burger. Sorry, maar eten. Ik dacht, toen dat je de vorm van een ster zei, dacht ik aan een aarster. Ah nee, sorry, maar sorry. Maar dat was omdat jij begon met Dennis Blackmagic. Ja. Ah, wel, maar je wou dan ook naar de eetmarkt uitbreiden of zo. Ik weet ook niet wat dat je wou gaan zoeken. Pornstar burger. Maar ik dacht, dat is gewoon geniaal. Want... als je een ster hebt als burger, dan heb je veel meer krokante kantjes. Dan een ronde burger. En je wil graag krokante kantjes? Ja, toch. Iedereen wil toch een krokant? Dat weet ik niet. Dan kun je misschien zo al eerst mensen met die burger... Mensen zijn niet helemaal enthousiast. Met die hoekjes bijvoorbeeld al in een sausje dippen zo. En eerst die ster opeten en dan de rest van de burger. Allee, ik zeg maar iets. Iedereen deed daar zo precies over dat een heel slecht idee was. Maar ik vond dat eigenlijk het is niet zo minder slecht. Burger per oppervlakte. Zo. Ja, want jij zou gewoon een ronde burger met happen, happen uit. Ja. Ja, of je maakt hem groter. Hè. Dan is het een burger met extra hoekjes. Ah ja, en dan kun je die eerst soppen. En die breek je dan af en die eet je dan... Ah ja, bijvoorbeeld. Ja, met me nu heb ik ook honger gekregen, dat is wel bedankt. Ja, ik heb al juist gescand voor iets van eten te bestellen, maar ik kon niet multitasken en micro vasthouden. Ja, maar komt die, we krijgen, want we krijgen nu nog twee... We krijgen nog twee biertjes. Ik ben al een klein beetje, ik had ook niet zoveel gegeten. Zeg maar... Wie voelt het al een beetje? Ja, hè, toch hè? Veel mensen... Honger. Ook honger hè, zullen we gaan... Zullen we dat... Jij wilt een portie gemengd hè? Ja. Rune... Maar mogen wij een portie gemengd hier? Is dat warm of koud? Dat is warm. Warm. Ja, heel goed. Of twee of zo? Ja, of zo wel een paar. Zo vier porties gemengd, alsjeblieft. Yes, voilà. Dat is ook nog een goed verhaal over portie gemengd. En voor Jade ook iets. Voor mij ook vier. Mijn grootmoeder was ooit op een feest van de 60-jarigen. Dat is zo in het dorp gewoon. Hè. Dan worden alle 60-jarigen... uitgenodigd op een feest. Oké, dat is het dingetje. Ja, in Sint-Leonard is dat over 10 jaar, jongens, dan ben en ik die, er. En die staat... Maar je hebt ook een feest voor de 50 jaar en de 40 jaar. Echt? Ja, los daarvan. Ja. Bij ons niet, hoor. Brecht is the place to be. En op een bepaald moment, dus die is aan het dansen op de dansvloer, zo, hè. Ja, je grootmoeder? Ja. En die, ja. Hoe danst die juist? Zo. Ik weet het niet, ik was er niet bij. Maar die gaat zo... Daar hadden ze ook van die porties gemengd en die gaat zo eens een hapje pakken. Oh, lekker, hè. En dan ging ze daar zo een hapje pakken en dan daar een hapje pakken. En ineens zegt er zo iemand, mag dat? Die hapjes, je moet daar wel voor betalen. Hè. Die dacht dat er gewoon was, maar die mensen hadden ervoor betaald. Wat ik ook heel raar vind, dat die mensen daar niks van zeggen als er zo iemand... Je zegt toch, oei mevrouw. Maar ja, bon, hè, heel raar. Ja, dat was Magda. En dan heeft ons... Magda was dan graag heeft gezien. Ons moesje, en die was ook zo aan het dansen. Dat, gewoon... dat durfde je niet tussen te komen. Nee. Maar ze zegt wel altijd als het verhaal vertelt... moest hij ervoor betalen. En als het verhaal vertelt, zegt ze... Maar ze waren beter af, want ik heb voor iedereen een nieuw portie gemengd. Overal was er eentje wat was gaan schnabbelen. Typisch Magda. Ja. Typisch familie. Die woont nu bij Die woont nu bij u? Bij mijn mama en mij. Dus zijn drie generaties onder één dak. En het was al, ze woont er nu 2 weken en het was vorige week was het al. Als ik de enige ben dat de kalmte kan bewaren in huis, dan zijn we niet goed bezig. Ben jij de middleman? Mijn grootmoeder die is heel dramatisch en mijn moeder ook. En ik weet dat ik er ook naartoe aan het gaan ben, maar op dit moment ben ik zo de meest rustige. Maar het ding was, want dus de kat van ons moesje, Loesje, die is ook mee verhuisd. De kat van ons moesje, Loesje. Ja. We zijn in de jaren 50 ding beland, jongens. Wat de hel? Loesje is mee verhuisd. Loesje het poesje. En Loesje moet 4 weken... Poesje van Moesje. Ja, poesje van Moesje is Loesje. Loesje en... het poesje van Moesje. Allee, grappig. Maar dus, op een bepaald moment... Dus die kat die moet 4 weken binnen blijven, want anders weet hij de weg naar haar nieuwe huis niet meer. Ja, hè? Ja, dat is het dingetje. Voilà, en onkel Patrick was gordijnen komen hangen en die had de schuifdeur... Onkel Patrick was gordijnen komen hangen? En die had de schuifdeur open laten staan. Ja. Dus die kat weg, ja.
En ineens dus als man. Ik ga even Sven de Ridder bellen, want dit is een theaterstuk. En ons moesje. Jonko Patrick komt er dingen en dan laat hij de schuif erover zijn. En dan is het poesje van ons moesje. Is Loesje. En ons moesje die roept zo: Veronique! Zo, de kat is weg! En ineens, die stonden daar met twee in de gang. Zo, en ik zeg zo: zeg maar, zijn nu toch kalm? En die gaat toch nog terugkomen? Die komen zien die nooit meer terug. Die waren zo heel. En ik zeg ze maar, stop allemaal eens met zo dramatisch te doen. Ik zeg, we doen onze regenfrak aan, we gaan naar buiten, we gaan die zoeken. En die waren allemaal zo van, nee, die is al overreden door de notto. En zo, echt zo. Ik zeg ze maar, doe niet zo negatief en dingen. En ineens zo, die kat zo komt van onder het bed zo. Ik denk dat ze in totaal 20 minuten is weg geweest. En die kat en ons moesje, die ziet die kat, die tranen rollen over. En oh, Loesje. Hier is die kat. En ik zeg zo tegen ons mama, ik zeg alle chance dat ik hier nog ben om een beetje de kalmte te bewaren. En mijn moeder, die was kwaad omdat ik dat zei. Die zo van, zeg. Ik was wel kalm. Ja. Dus dat was mijn zondag. Heerlijk. Vorige week. En dan ze ook om 5 uur moeten opstaan om op tijd op de ideale wereld te zijn. En dan zo heel de nacht. Loesje gezocht. De volle 20 minuten Loesje gezocht. Maar mijn hart ging zo snel dat ik toch niet direct in slaap lag. Ja. Ongelooflijk. Ik heb dat wel gemerkt van de week bij de ideale wereld ook wel een beetje. Ja, die ballen. Beetje... Ik was een beetje flips. Ja. Maar doe je het graag, ideale wereld wel, hè? Het is superleuk, maar ik ben wel heel moe. Ja. Want jij woont... En ook keigoed, sorry, dat moet ik nog... Ik heb dat op Instagram al gestuurd en ik meen dat echt, jij doet dat keigoed. Ik heb je gezien als zo sidekick heet ja. Dat. Ja, sidekick. Dat heb ik keigoed gedaan en alles spelen in... ik heb een diploma van Herman Terling, dus stommer iemand... je speelt ook keigoed in de film. Het is allee, echt merci. Cool, het is echt fijn. Misschien om mij te helpen... Je mocht allemaal mailtjes sturen naar Canvas en naar de Ideale Wereld of op Instagram van die Jade is een leuke sidekick. Wat die is die Jade toch zien. Leuk? We willen meer Jade. Ja, want ja. Nu is het altijd van, we gaan die nog eens vragen, En dan, hè? Ja. Maar doe dat wel wat, spreek dat wel samen af, niet allemaal tegelijk, want dan weet ze dat van mij dan komt. Dat bullshit is. Dus probeer het zo versnipperd. Ja. Maar je doet het ook goed. Doet ja. Het heel graag. We realiseerden ons, ik had het er nog met jou over, er was één, maar jij was sidekick. En dan was het Danira. En dan waren er 3 vrouwen. En dan was er ineens, hey, 3 vrouwen. Hij denkt van, super cool. Super super cool. Die en energie nee. Was leuk ook gewoon van tot 3 vrouwen. Die ja, natuurlijk. Nee, maar het feit dat je dat benoemt en het feit dat dat in het oog springt, betekent dat we er nog niet zijn. Nee, oké. Okay. Want als er 3 mannen zitten, zegt niemand, hey, 3 mannen. Maar het feit dat dat een Friese energie is en dat dat grappig is, ja. Wil toch zeggen dat dat best wel iets wat meer mag. Maar ik ga me voorstellen dat dat op die redactie ook zo van, we hebben 3 vrouwen en dit en dat. Maar eigenlijk moet dat geen issue zijn. Klopt. Nee. Maar nu met Ella als presentatrice is dat wel al... Ja, is de kans al groter. Al groter dat er 3 vrouwen in zitten. En ik zie een portie, je mengt. En de meneer pakt ze. Oh nee, geeft ze door. Ja, zouden ze allemaal voor zichzelf houden. De portie gemengd is koud. Ja, sorry. Ah, fuck. Oh, sorry. En het volgende biertje moet dat is lastig als je op bitterballen gezond voorbereidt. Ja, maar waren. Een kaasje met mosterd. Het is een kaasje en een... Wat is deze biertje? Shit, dat ik het even niet weet. Misschien bootje? Er zitten bootjes bier. Heb je het gezegd wat het is? Bootje, is bootje. En wat was het vorige dan? Het vorige was eilandje. Ah ja. Dus dit is dat van naar aanleiding van het openen van het Red Star Line Museum. Het ziet ook een beetje rood. Voilà. Heel mooi museum ook. Cheers, als we er nog niet geweest zijn? School. Koriander, gember. Ja, smaakt goed. Vind je wel lekker. Ja, is wel lekker. Amberkleurig Belgian style ale. Een beetje van hoge gisting. Dat is al wat ik erover kan zien. Hè. Ik was maar gewoon het gat ontvullen terwijl jij je mond vol stopt met. En jij ook. Lekker. Oké. Okay. De Red Star Line, dat is nu de nieuwe musical van Studio 100. Ah ja, juist. En ik heb die allemaal gezien, dus 14, 18, 40, 45, Daans en dan nu alles in het nieuwe theater. Ja, alle musicals. En ik kijk zo naar de castvoorstelling. Een hele Kleinman zo weer mee. Ja. En deze, allee, ja. Wat een verrassing, maar ik ben ook wel fan, dus. Oké. Okay. En deze personage heet... deze personage heet Jan. Ah ja. In de Red Star Line. Maar in Daans heette deze personage ook Jan. Okay. En in 1418 heette deze personage ook Jan.
Okay. Dus die heet gewoon altijd Jan. Ja, dus ik dacht... Jelle is Jan. Dan moet zo nog een musical komen zo met tijdreis. Want wat heeft hij Jan allemaal niet meegemaakt? Het is ook altijd dezelfde Jan. Dat is de finale musical, is ja. de tijdreis musical. Ja. Met Jelle Kleijmans als Jan. Ja, het verhaal van Jan. En dan, ja. Ja, oké. Okay. Zou je daar graag in meespelen? Ja. Ik heb er al Er is niet heel lang, dat, is, dat wist dat. Ik heb daar trouwens audition voor gedaan. Voor welk? Voor Red Starline. Ja, echt? Als welk personage? Als Jan? Ze hielden hielde audities en ik denk, ik ben zo'n musical fan, ik ga geen meedoen. Maar jij kunt ook goed zingen. Ja. Nee. En hoe nee? Ik kan goed zingen in een groep waar mensen niet goed kunnen zingen. Maar in een groep waar mensen wel goed kunnen zingen, ben ik echt een dikke kneus. En dat is dus duidelijk geworden. Want ik sta daar zo voor die Frank van Laken, voor die musical, en dan... en ik maakte, ik weet niet meer wat ik gezegd heb, maar ik maakte zo wat mopjes. Ja. En de jury moest lachen. Dus dat was al tof. En dan moest ik beginnen zingen en dan was het zo van, ah ja, is goed, we gaan de volgende roepen. En toen dacht ik, ja, dit is niet uw plek. Ja, weet je niet. Uw plek is ergens anders. Zijn er nog musicalsterren die gewoon heel goed zijn en grappig en een beetje kunnen zingen? Fucking Johan Terijn zit in Mamma Mia, de musical. Love him, maar niet geen topzanger, hè? Nee, maar ja. Ja. Maar dat is een, ja. Misschien is binnen een paar jaar Jade marketable genoeg. Ja, dat bedoel ik. Dat is wat ik zeg. De Johan Terijn van de comedy. Ja. Ella hebben ze zo gevraagd, hè, om mee te doen in de Red Star Line. Ja? En ze heeft nee gezegd, want ze had ideale wereld. Ja. Ja. Ja, dan, ja. Maar ik stond ook zo te wachten in die gang. En het was zo het nummer On My Own van Les Miserables. Maar dan in het Nederlands. Voor mensen dat kennen. En ik hoor echt zo mensen. Dus ik had als speciaal een zangles genomen voor zo. Terwijl ik als geen één. Zo heel hoog. En ik zit zo te wachten in de gang. Na mij, na die vrouw was zo aan mij. En die echt zo. Terwijl ik als geen één. Maar zo echt zo keigoed. Zo uithalen. Whitney Houston was gaaf. Ik wil hier weg. Ik wil hier weg. En ook zo, ze komen nu dan terugroepen, dus je moet dat dan even zingen. En dan moesten wachten en dan kwamen ze terugroepen om een scène te spelen. En ze kwamen mij ook al niet terugroepen. En toen zei zo, die van 300 zei zo, het is niet omdat je niet terugroepen zei, dat je het niet geworden zei. Ik dacht in mijn eigen, ja. Zeg het dan gewoon in mijn gezicht. Maar ja, aan de andere kant, stel je dat wel krijgt, dan zit je daar wel fucking maand, een half jaar aan vast of zo. Ja, dat wel. Maar dan heb je geen tijd om comedy of iets anders te doen. Zou je het erover hebben? Want het is nu bijvoorbeeld Ideale Wereld, dat is heel intensief en je bent heel moe. Maar het is nog te combineren met comedy. Dat gaat niet te combineren zijn met comedy. Ja, ik zou comedy wel niet kunnen missen, maar misschien, er zijn twee groepen, hè? Er zijn twee shiften. Hè? Dus je hebt de groep Jelle en Jan de Tavern hier en de groep Jonas en dat nieuwe meisje dat Megamindy doet. Heel goed trouwens. Lotte heet die, denk ik. Lotte Stevens. Ik ben niet heel erg thuis in de Studio 100. Maakt niet uit. Dus dat is een roulementsysteem. Ah, ja. Dus als ik bijvoorbeeld alleen de shows van de namiddag zou... Allee, Gert, als je luistert, ik geef maar een tip. Gert, als ik alleen de shows van de... Gert luistert, is niet super van de namiddag de show doe, kan ik s'avonds nog comedy doen. Ah ja. Dus je zou wel mee willen doen, maar de namiddagshow dan. Een goede vriendin van mij heeft meegedaan met 4045. Wie? Josephine, je hebt die al eens gezien. Ah oh, ja. Met die krullen. Ah, met die krullen. Die heeft meegedaan aan 4045. Ja, en was zij 40 of was zij 45? Ze was allebei. Dat is ook omdat je al één keer te veel hebt. Ja, dat is echt wel dat bier. Ja. En ik was gisteren ook al zat en dit is heel raar dat ik nu... het gaat heel mis. Dit loopt helemaal mis. Ook heel, want het wordt nog een lange app. Dus ja, want we moeten zo meteen naar de Joker. Yes, voilà. Dus waarvoor ongeveer we nu al ongeveer. In ja, echt wel. Ja, inderdaad, want... We moeten om 8 uur beginnen. Het is nu 7:15, dus we hebben... Ja. En er moet dus ook nog eten, iets gereden worden. En eten wordt een lastig dingetje. Ja. Of ik bestel dan nu dat we daar leverden in het Joker tegen dat we er zijn dat het er is. Dat is misschien het slimste. Oh, doe me kwik. Doe McDonald's. Wat voel jij voor McDonald's, Rick? Wat is Quick of McDonald's? Wat oh, dat mag van mij, maakt dat niet uit. Ah, dat maakt niet uit. Een Burger King? Maar ook. Burger King eigenlijk niet meer. Nee, dan wil ik liever dat de Yannick straks wat croque-monsieurtjes instikt in een Joker. Dan dat ik dat wel. Dan zullen wij wel Quick of McDonald's doen. Quick of McDonald's is goed. Ik vind dat croque-monsieurs kun je thuis ook maken. Ik vind dat echt gewoon... Ja.
Maar Quick en McDonald's vind ik echt gewoon vuilnis. Eigenlijk. Dat is mijn liefde. Dat is super lekkere vuilnis. Maar letterlijk vuilnis? Gewoon, echt gewoon de vuilbak in een pret. Gewoon in een vuilbak pakken. Waar je zo wat. U weet er niet gedaan. Ja, sorry, maat, maar echt, ik kan dat niet meer. Maar je het denkt op, gewoon. Het is genoeg geweest. Je denkt, kan niet meer. Dat is zo typisch. Dat is zo typisch zoiets wat mensen zeggen die de laatste 10 jaar niet meer naar McDonald's zijn geweest. Want de laatste 10 jaar? Zit denk echt, jij nu echt dat ik. Daar ik zit veel meer sla tussen. Je moet de goeie kiezen. Dat het sla ertussen is die. Maar wie wil er sla tussen een, ja, tussen wel, een boterham en een lap? Oh, een lap likkend vlees die nu een sla zo wel lam om te likken. Fucking Waterloo. Oh, jij eerst daar. Oké, okay. Jij hebt je hand omhoog, dus dat mag jij blijven. Nee, ik wil dat, wil ik zeggen. Ik ah, wil oké. Okay, ja. Jij wilt zo'n uitgelibberde lap sla die zo half nat is van het vleessap. Tussen een soort chemisch broodje wat binnen 4 jaar nog altijd mals gossen. Maar ben je het nu aan het verkopen of niet? Want ik heb niet helemaal door en ik ben mee. Ik heb honger. Ja, ik ook. Dat is prima. In het kader van... Ja, nee, nu jij maar, sorry. Eén dingetje. Als er iemand luistert van Kwik, kun je alsjeblieft... Als iemand luistert ik van heb, Kwik... Toen ik in het middelbaar zat, in het vierde middelbaar, denk ik... Dus toen ik 15 jaar was, dus ja, wacht hè. 2000... Eergisteren. Pak dat 2012, 2013. Doe er niet toe. Nee, dat doet pijn verhaal. Voor ja. ons allebei. Ja. Was er... Ik ga nu een jaartal noemen waar dat gisteren was en dat jij toen 15 was. Ja. En het was... Ik waren in de Kwik in Leuven. En ik heb er toen een burger gegeten met chips tussen. Een burger met chips en dat tussen? Was heel lekker. En, ze en hoe heette die burger? Ik weet het niet meer. Weet je met dat? Nee, What? Het was niet met Lay's. Ah. Het was met chips zonder... Het was niet met zoutchips of paprika-chips. Het was echt gewoon... Neutrale chips en die zorgden voor een goede crunch en dat was zo lekker en ze hebben die gewoon nooit meer teruggebracht. Omdat jij de enige was die haar lekker vond misschien? Ik weet het niet. Ik ben heb in jij de... die ook? Neem op, een witte boterham met chips. Ah, een witte boterham met chips. Ah, mijn grootvader, zonder dat is een vleesje. Engelsman en ja, die eet dat ook altijd. Dat vind ik wel een beetje vies. Ik ben wel pas nog hamburger gaan eten in de Five Guys. In de Five Guys, dat vind ik te vettig. Dat is al het platsen op mijn nou, sorry, dan vind ik echt McDonald's of Quick iets lekkerder. Ik vind echt? Five Guys okay. een beetje... Maar, ik dus, vind... we waren gisteren in Waterloo naar die mannetjeswinkel gegaan. En we rijden daar naartoe. Rijden we niet toch langs de friet à papa? I kid you not. Yes. Dus ik was bij Van Peel, waren we verkeerd gereden naar de Ardennen, lang verhaal. En dan zijn we langs de friet à papa gereden. En dat grappige namen van frituren, heel dingetje. Nu ga ik samen met Alex en in de Andries. En in Welcome to the ja, AA hebben we al besproken, gekomen, dus het wordt echt een dingetje nu. Ja. Louis Friton heeft me ook al benaderd. voor sponsoring. Louis is zelf. Dat is niet waar. De Louis Friton, we hebben voorgestaan, ik heb daar een foto van teruggevonden, samen met Jeroen Verdik en Jens, 5 jaar geleden of zo. Maar, dus wij toen rijden... Toen de 15 was. Toen jaren 15 was. Wij rijden naar schelen, Waterloo nee. En de grap was dat ik achteraf, oh ja natuurlijk, want ik had opgezocht wat het dichtstbijzijnde friet en papa was. En die is in Waterloo, want dat is een keten, er zijn er meerdere. Wij rijden langs, ja, daar gaan we naartoe. Dat is een no-brainer. Dus ja. Wij zijn naar de friet op papa geweest in Waterloo. Ongelooflijk lekker. Ja, ja echt goede frieten waren. In de Rappersbaan. En de friet op papa is friet met cheddar overheen. Oh jawel. Mm. Dat is 3 miljoen calorieën per hapje. Ja. Super lekker. Met optionele bacon. En dat hebben we niet gedaan, want het was 's middags. We moesten nog gaan eten. We gingen rechts anders iets eten in de Westside. En dus, en daar heb ik ook een onwaarschijnlijk lekkere friet. Onwaarlekker. Zie ik kan niet meer spreken van die fucking kut bier. Onwaarschijnlijk lekkere friet à papa burger gegeten. De friet à papa in Waterloo. Ik ben enorme fan. En dat ook weer zo. Ook, ja. Poutine, ken je dat? Poutine? Weet je wat Poutine is? Ik weet dat Poutine is. Kan je zeggen dat is de president van Rusland? Ja, nee, maar dat is Poutine. Maar Poutine is het Canadese nationale gerecht. Dat komt uit Quebec, vandaar dat dat Franse manier om Poutine te zeggen. Alright. Poutine, dat is... Is dat niet Poutin? Poutin. Sorry, dat is frieten. Sorry, Rick. Sorry. Het is... 3, 2...
1-2. Ze heeft gewoon 3 punten in 1 keer gescoord. Sebastian, ik heb niks te winnen of te verliezen. Nee, je hebt nu alleen nog wat te verliezen. Ja. Slecht moment om te drinken. Poutine is het Canadese nationaal gerecht. Was eerst oorspronkelijk het Québécois, van Quebec. Het nationale gerecht. Dat is frietjes. Dan doen ze daarover, noem het stoofvleessaus. Ze noemen het wat anders, maar gravy zeggen ze. Hè? Maar het is zo wat, een soort curry, halverwege tussen warme curry en stoofvleessaus. Nog geen fan daar, hoor. Die saus en dan een cheese curds. In het Nederlands kaasknoedels. Kaasknoedels? Knoedels? Ja, dus dat is een soort nevenproduct van de productie van lekkere kaas. Nee, dus dat zijn zo van die bolletjes kaas, die zitten daar dan ook over en dat eten dan samen op. En dat is een soort kruising tussen wat jij net zei, frieten met cheddar en een frietje stelfliessaus mayonaise. Dus heerlijk, daar halverwege tussen zit dat. Een beetje patatje oorlog. Dat heb ik nog nooit gegeten. Is dat met pindasaus? Dat is pindasaus, En wat is dat nog? Mayonaise, ketchup, alles erop en eraan. Dat is een frietje speciaal met pindasaus bij. Dus mayonaise, ketchup, ajuin en pindasaus? Ja. Amai. Ja, dat is gewoon heel veel prut. Was wel lekker. Ik vind het wel lekker. Ik heb nog nooit... Ik wil dat wel eens eten. Pindasaus weer... Als we naar de Efteling gaan, dan gaan we ook... Ik heb in de IKEA wel al pindasaus gegeten. Ik vind dat zeker niet slecht. Ja. Maar ik weet niet of ik dat met mijn frieten zou... Ik vind wel echt lekker. Oké, we zijn wel te veel over eten aan het babbelen. En ik begin nu wel echt fucking honger. In Kortrijk kun je dingen pakken. Een juliaanke. Wat is dat? Kent iemand dat? Ah, jij kent dat. En die wordt ook een klein beetje opgewonden van, dus het is... Dus, het heet ook toevallig Julien. Dus het is een frietje met... ja, jij zei het aan het uitleggen. Dat horen ze... ja, dat is juist. Sorry. Het is een frietje met stoofvleessaus, mayonaise, tot hiertoe, hè. Viandel in stukjes gesneden. Eerst in stukjes gesneden, dan in de frituur. Dus ook de zijkantjes zijn korstjes. Belangrijke detail. Dus dat zit... Dus hier. En dan bikkie ajuintjes. The crowd goes wild. Ik heb de mensen nog niet zo enthousiast gehoord over niks vanavond. Nee, en ik heb hard mijn best gedaan nog thuis. Ja. En ik ben een professional. En, een zeefbierje erbij. En de avond kan niet meer stuk. Dat is waar. Absoluut. Hoe lang zijn we? Ik weet niet, lang genoeg vind ik. Ja, ik ook. Ik moet wel nog met openbaar vervoer naar de Joker geraken. Ja, hè? Ik kan een dingetje pakken, zo'n debiel stepje. Ah ja. Jij kunt niet zo goed fietsen, hè? Ik kan niet op zo'n step, ik mag dat niet van mijn mama en mijn papa. Je mag dat niet van je mama en je papa? Nee, die zijn heel ongerust. Als jij een stepje zou pakken? Die zeggen van, je pakt toch nooit zo'n step, hè? En dan zeg ik nee. En dan zeggen die, maar echt nooit doen, hè? Maar dat is ook uit bezorgdheid, want ik kan heel slecht met de fiets rijden. Ja. En ik heb dus dat is gewoon heel gevaarlijk voor mij. Dat snap ik, dan moet je dat ook echt niet doen. Nee. Ik doe dat ook alleen maar, ten eerste super voorzichtig. Ik doe het wel ook dronken. Maar ik heb heel mijn kindertijd niet anders gedaan dan gebmx'd en geskate. Dus ik voel me wel geschikt om zo'n dingetje te kunnen, mogen. Snap en ik doe het nu ook alleen maar. Ze hebben zo een stuk uit mijn been gedaan. Voor een, ik had een vlekje en nu heb ik geen vlekje meer. Ja. En ik mag even ook een stuk geen been meer, maar oké. Okay. Ja, collateral damage. Ja. Maar dus ik mag even niet fietsen. Dus daarom dat ik nu met zo'n debiele stipjes. Ik denk dat wij gaan afronden. Ik denk dat wij richting de Joker moeten. We moeten daar over een uur moeten we daar zijn. We moeten ook nog iets eten. Beginnen, dat is blijkbaar gebied. Jongens, het was... Hallo? Ja, ik was aan het zien wanneer ik mijn tram had. En? Ik heb niet goed kunnen kijken, want... mocht niet. Mocht niet van mij. We gaan er een eind op rijden. Dames en heren, de Bintjes. Geef haar de Bintjes applaus. Ongelooflijk. Tot vanavond. Met de lekkerste borsten van het westelijke halfrond. Dat vind ik grensoverschrijdend. Ja, maar ja. Nee, dat was van jou daarbij. Jij presenteert jouw borsten aan mij, hè? Van u. Jij had zelf al het gevoel dat je een grensoverschrijdend gebaar aan het stellen was. Maar dat was niet, want we kennen elkaar al een tijdje. Maar ik wil vooral... ik wil eerst even Johan van Safe Brouwerij bedanken voor al het drank dat we gekregen hebben. En de rondleiding en alles, alle de fijne dingen. Dus zeker applaus voor doen. Johan van Safe. Zeker eens doen. Yes.
En tenslotte de grote tourmanager, de man die een rondleiding gaf die het eerste uur zonder rond was. Was vooral leiding wat je gaf toen. Maar, het was, ik voelde ook dat jij dat nodig had. Ik had leiding en ik had sturing nodig. Ja. Maar het was zeer interessant, het was zeer gezellig. Enorm bedankt. Geef een enorm applaus, dames en heren. Rick van Geel! Goed. Tot volgende keer. En ik zou toch nog een applausje willen vragen voor Rick van Geel. Een applaus voor Rick van Geel. En nog een klein applausje ook voor Rick van Geel. En een applaus voor Rick van Geel. Kijk, en dat is dus waarom ik drink. Nu kan ik daar wel mee om. Vind ik dat helemaal prima. Dank u. Rick van Geel! Mag ik ook nog een applausje voor Rick van Geel, alsjeblieft. Dankjewel. Nee, dankjewel. En ook nog een applausje natuurlijk voor Rick van Geel. En ook Fokke van der Mullen van de Fokcast. Alright. Goed, nou is genoeg geweest. Nee, nog één applausje voor Rick van Geel.